hapjes, lekker praatjes maken. Na 30 dagen vasten natuurlijk. Ja. Davy heeft er enorm veel zin in. Samen met anderen heeft ze voor 200 gasten een feestmaal in elkaar gezet voor de voornamelijk Indonesische moslims van haar moskee. Lontong opor. Dat is kip met heel veel kruiden, met kokosmelk. En dan acar, dat is bekend voor Nederland natuurlijk, acar campur. Voor veel Indonesische bezoekers van deze moskee in de Utrechtse wijk Zuilen is het suikerfeest de belangrijkste dag van het jaar. Jazeker, ja, dat is het leukste feest van het jaar. Ja, want we hebben 30 dagen lang gevast. Hè. En dit is eigenlijk een soort overwinning voor ons. En die overwinning moet gevierd worden. In de Indonesische gemeenschap betekent dat eten. Veel eten. En voor Davy uren in de keuken staan. Dus vind ik zo gezellig. Zo, mijn wereld is koken, zo zeggen. Davy maakt al 36 jaar de maaltijden op hoogtijdagen in de Zuilense moskee. Een maand lang elke dag vasten tot zonsondergang is voor haar niet zwaar meer, zegt ze. Voor mij, omdat ik ben al gewend. Ik ben al 36 jaar in Nederland. Dus helemaal geen punt. Prima smaak.